Hoi allemaal, welkom bij mij thuis. Ik heb jullie een hele poos niet gezien. Dit is mijn derde opname. Ik vind het een beetje spannend. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Maar ik heb van juf Jane gehoord dat jullie er allemaal wel aan gewend zijn. Ik hoop dat het heel erg goed met jullie gaat. Ik hoop dat jullie nog fit zijn. Ik ben weer beter en ik voel me goed. Dus ik ben maandag gewoon op school. Wat ik nu ga doen... Dit is het voordeel van thuiswerken. Nu kan ik ook 's avonds een filmpje voor jullie alvast opnemen. En jullie weten dat ik heel vaak 's avonds voor jullie zat te werken. Dat doe ik nu dus ook. Ik ga een verhaal voor jullie voorlezen. En ik heb een verhaal uitgezocht wat een beetje hoort bij wat er nu allemaal gebeurt. En ik snap dat het allemaal heel spannend is. Maar ik beloof je, het komt goed. Ik laat je eerst het plaatje zien van het enge watermonster. Heb je hem alvast een keer gezien? Straks laat ik hem nog een keer zien. Gezien? Eng blauw mannetje met een hele grote dikke vrat op zijn neus. Zet straks mijn bril op. Misschien wordt het iets donkerder. Als je wil kun je meelezen. Ik zorg ervoor dat je de tekst hiernaast kunt zien. Luister goed. Geniet van het verhaal. En de rest van de opdrachten vertel ik later. Hoe de apen uit het meer dronken. De hele dag had de apenkoning met zijn volk door het bos gelopen. Het was erg warm en ze waren geen riviertje of beekje tegengekomen. Zelfs geen boom met sappige vruchten. En nu hadden de apen vreselijke dorst. Toen ze eindelijk een meertje met koelhelder water zagen, waren ze niet te houden. Onmiddellijk renden ze er naartoe en ze wilden erin springen, maar de apenkoning hield hen tegen. Stop! Riep hij. Alle apen bleven een paar meter van het water stilstaan. Nu begon de apenkoning een rondje om het meer te lopen. Hij speurde op de grond. Wat doet u, koning? Vroegen de apen. Voetafdrukken, antwoordde de koning. De apen begrepen niet wat hij bedoelde. Kijk, zei de koning, er lopen sporen in de richting van het water. Maar er komt er niet eentje terug. Dat kan maar één ding betekenen. Er woont een watermonster dat iedereen die in het meer stapt onder water sleurt en opeet. Dit had de apenkoning nog niet gezegd of het watermonster kwam tevoorschijn. Hij zag er vreselijk eng uit. Met zijn blauwe lijf en zijn witte gezicht. Zijn oren waren groot en puntig. Hele grote punten. En op zijn neus zat een hele dikke vrat. De apen deinsden achteruit. Maar het monster zei, liefjes, ach apen. Ik zie dat jullie smachten naar water. Kom toch lekker in het water om te drinken. Het water hier is heerlijk koel. Waar wachten jullie op? Kijk, dit is het monster. Zie je dat? Blauw monster, wit gezicht, puntige oren, vrat op zijn neus. Engert. Vragend keken de apen naar hun koning. Wie moesten ze luisteren? Ze wilden niet ongehoorzaam aan hun koning zijn. Maar het was waar, ze hadden hele erg dorst. Toen zei de koning, ik zeg het jullie nog één keer. Ga niet in het water van dit meer. Het monster met zijn witte kop grijpt je vast en vreet je op. Het water zal ons lekker smaken zonder het aan te hoeven raken. Het riet hier bij de waterkant kan ons helpen goed daarbij, want die stengel is hol van binnen. Dus pluk hem af en zuig hem vol. Dat lieten de apen zich geen twee keer zeggen. Toen ze allemaal een rietstengel hadden geplukt, gingen ze op hun knieën om het meertje heen zitten. Ze stopten hun rietje in het water en dronken naar hartelust.
Zo kon het watermonster de apen niet te pakken krijgen. Boos keek hij naar de apenkoning, die hem te slim af was geweest. Daarna verdween hij weer onder het water. Ik laat het plaatje zien van de andere kant. Zie je dat? Alle apen om het meer heen. Zie je? Hiervoor. Rietje in het water, daarmee is hij aan het drinken. Slim, hè? Lijkt een beetje op nu. Nou moeten we afstand houden van elkaar om ervoor te zorgen dat iedereen goed blijft en gezond blijft. En toen moesten ze oppassen voor het meertje. Nou snap je misschien wel waarom ik het verhaal heb uitgekozen. En je hebt gezien, het komt goed. Toch? En dat gaat het nu ook komen. We moeten er even doorheen. Het is even zwaar. Maar ik weet zeker, dit kunnen wij. De opdrachten vertel ik je in een ander filmpje.